De verbouwing zal naar alle waarschijnlijkheid starten 1 juni. Dus dat is over 2 maanden ongeveer. Er wordt een meer logische indeling gemaakt in het pand. Van 3 keukens wordt er 1 keuken gemaakt. Er komt een soort centrale gang en hal voor de ontmoeting. En als je het gebouw aan deze kant binnenloopt, dan heb je aan je linkerhand een heel zorgcentrum, de huisarts en de fysiotherapie. En aan je rechterhand zijn de ruimtes voor de welzijnsactiviteiten. We willen eigenlijk graag de sfeer, en dat is vooral de gebouwen in combinatie met het landschap. Dat is eigenlijk bij elke fort bepaalt dat heel erg de sfeer. Dat willen we zoveel mogelijk handhaven en ook versterken. Het is een historisch pand, dus de isolatie is minimaal. Er zijn momenteel hele hoge stookkosten. En als wij als beheerders dit overnemen, ja, dan willen we toch ook zuinig omgaan met de energie. Het is puur een herschikking van de verschillende gebouwen, zodat die eigenlijk als monument ook mooier op zichzelf komen te staan. En dat is denk ik een van de belangrijkste plussen van dit ontwerp. Voor mensen is het gewoon ook heel prettig als ze in de wijk waar ze heel lang gewoond hebben of misschien wel geboren zijn, ook hun oude dag op een hele prettige manier kunnen doorbrengen.